Hallo. Hallo. Aangenaam, ik ben Jasper. Ik ben Jeff. Ik ben Mehdi. Mehdi? Mehdi, ja. Mehdi. Sorry, ik ben echt kei verlegen. Dat is niet erg. Zullen we eens kijken welke vragen er allemaal zijn? Heb je een uniek talent? Oei, 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 oei. Ik heb unieke krollen. Ja, dat is... Dat voelt is, je ja. het? Ja, ja, ja. Dat is van L'Oréal. Wat is je kleine geluk? Dat is mijn kleinkind en ik heb er 10. Ze laat niet telefoneren of komen. Dat is mijn klein, maar ook een hele groot geluk. Geluk, ja. Denk mijn huis hier. En wat heb jij? Ja. Ik heb 2 katten. Venteke. Venteke, echt? Ja. Waar word je blij van? Hele dikke knuffels. Als ik mijn kinderen zie lachen, en soms stralen die en dan kijken ze aan hun ogen. Ze beginnen zelf mee te lachen. Als ik voor mensen iets kan doen, en dat die daar ook gelukkig van worden. We gaan... Een koekje pakken. Ah, we gaan een koekje pakken. Je hebt liever een pintje. Kijk, zie. Champagne. Dat meende niet. Maar wordt je nog nodig. Op ons. Ja. Wat is je droom? Maar mijn grootste droom is ooit in een film mee te spelen als actrice. Dat gaat niet lukken. Mijn allergrootste droom is mama worden. Moet je mama worden? Ja, omdat ik ben zelf mijn mama verloren 10 jaar geleden. Wat is je meest droevige herinnering? De meiden en mijn vader was gestorven. Februari van dit jaar. En hoe oud was jouw vader? Mijn vader was 59. Moest net 60 worden in april. En ik heb wel spijt bijvoorbeeld dat ik niet heb kunnen zeggen van ik zie je echt graag en ik wou je niet, ik wil je niet kwijt. Wel altijd zei is dat ik een goede man verdiende. Die wens ik. Ja, als dat jouw verlangen is, wens ik die jou ook. Ja, dat heeft hij wel altijd gezegd. Ja, goed. Dat is ook heel belangrijk in het leven. Hè? Zullen we een beetje genieten van de zon? Het is precies dat ik er een kleindochter bij heb. En nu lijkt het alsof ik u al langer ken. Ik ben nu nieuwsgieriger geworden naar u, want je boeit mij. Ja, maar het kan zijn dat we elkaar tegenkomen. Hè? Ja, nu sowieso. Hè? Ha, Demi. Zie, ik ken uw naam nog, dat is goed. Het is Mehdi. Niet Demi. Ik zal u anders... Moet ik mijn nummer intikken? Ik zal u even mijn gsm geven, dan kunt jij even uw nummer intikken. Een leuke babbel toch? Ja, inderdaad. Ik vond dat ook. Cheers, lachen. Allee, tot de volgende keer. Hmm.